welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag 22 juli. Wij lopen al richting de metro en gaan zo naar Central Park. Want daar is Danielle, dat is de vriendin van Amber. Dus dat is wel echt heel erg leuk dat zij ook in New York is. Dus die gaan we vandaag eventjes zien. Zo, we hebben Danielle en Jeroen gevonden. Super grappig, want dat zijn ook de namen van mijn neefje en nichtje. En nu lopen we door Central Park. Ik vind het wel leuk om hier een keer te lopen, omdat je er altijd zoveel over hoort. En nu loop je er gewoon zelf. Maar we lopen nog een beetje op een saai stukje, dus nog niet echt hele mooie stukjes. Maar we gaan eens op zoek. Oh, we hebben lekker een crepe met aardbeien en Nutella! Lekker! En vies en bleh. Maar goed, het is wel heel erg leuk. See you.
de Chelsea Market gelopen, want dat bleek ernaast te zitten. Dus het was wel leuk om er nu even wat rustiger doorheen te lopen dan heel erg snel zoals gisteravond. En nu zijn we weer in, ja, allemaal metro's aan het pakken naar Grand Central. Want wij willen nu die sushi burrito eten. Die was zo lekker. Dus ja, nu gaan we die daarheen te eten. En vandaag is het echt lastig. Mijn voeten doen echt zoveel pijn. Ik kan gewoon bijna niet meer lopen. En ik ben heel erg moe. Maar goed, ik ben in New York, dus ik mag niet klagen. Ook al heen gaan, maar toen ging het niet door. En nu wel, maar het regent en ik hoop dat het uitzicht een beetje oké is, maar we zullen het zien. We lopen in ieder geval nu heen. Even snel, want de wolken zijn weg. Het is wel weer gestopt met regenen.
maar je ziet nog steeds niks. Net zag je 3 seconden iets, omdat ik heb snel wat gefilmd. Ah, we komen hier weer gebouwen. We komen langzaam tevoorschijn ook als de wolken weggaan. Ik laat het jullie zien. Maar goed dat jullie niet kunnen zien hoe ik loop. Want ik ben nu echt op een punt gekomen dat ik gewoon niet meer kan lopen. Mijn tenen doen zoveel pijn. Mijn haar zit ook niet door de regen. Maar goed, we zijn net Rockefeller op geweest. Ik kon niet zo heel veel zien helaas. En nu lopen we nog een beetje door de straat. Het is in ieder geval wel heel erg rustig. Dat wel, want er is echt niemand meer buiten.